De organisatie van de staking spreekt van een geslaagd eerste etmaal. Veel mensen lopen langs de tent op het stationsplein en die staat dan ook strategisch voor de ingang van het station. Een aantal mensen loopt rond met handtekeninglijsten. Ik teken omdat ik hier achter sta, omdat ik graag een veilige haven wil laten ontstaan, zeg maar, in dat gebied, dat mensen daar kunnen rustig wonen. Heeft u getekend? Ja. Waarom? Omdat ik er wel voor ben. Ik vind dat wat daar allemaal gebeurt, dat hoort niet. Er zijn wel meer dingen in de wereld die niet horen. Nee, dat klopt. Maar goed, elke kleine bijdrage die je kunt doen, is er één. Na de demonstratie van bijna 2 weken geleden zijn de 30 mensen van plan het een week vol te houden. En hoewel niet iedereen ervan gediend is een handtekening te zetten, blijkt de meerderheid van de passanten daartoe wel bereid. Het is net de SS. Nou, dat moet weg. U vergelijkt het met de Tweede Wereldoorlog? Ja, ja zeker. Er zijn nog erger. Want de SS liep nog met een blok pooi, maar nu niet. We hebben toch voor je bek.